Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat er nog wel wat bewolking over het land drijft, maar het is vaak wat hogere bewolking. De zon schijnt ook wel behoorlijk vandaag. Zo halverwege de ochtend is het dan een graad of 10. En vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 13 graden op de Waddeneilanden tot 18 graden in Limburg. Verder waait er een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. In de loop van de namiddag en de avond wordt de bewolking vanuit het westen geleidelijk aan dikker. Vanavond zal de bewolking veelal gaan overheersen en later volgt er mogelijk misschien ook wat regen of een enkele bui vanuit het zuidwesten. blijft wel vrij zwoel met een graad of 15 halverwege de avond. Dan morgen in eerste instantie vrij veel bewolking en misschien nog een regen, drupje of een enkele bui. Maar de neerslag trekt al vlot weg en dan schijnt de zon weer vrij geregeld. Het wordt nog wat zachter dan vandaag met 17 tot 20 graden als maximum. Dan wordt het weer wat wisselvalliger. Maandag, dinsdag en woensdag is er eigenlijk elke dag wel kans op een bui, misschien zelfs met een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op maandag en dinsdag nog vrij hoog, rond de graad of 17. Op woensdag wordt het de graad of 15 en daarna zakt de temperatuur nog wat verder. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl